je naar Breinburg? Stel jezelf eens voor. Ik ben Reinhard Breinburg, woonachtig in Rotterdam. Speel dit wordt mijn eerste seizoen bij Quick Boys. Dus, Waarom heb je voor Quick Boys gekozen? De ambitie in de club sprak me heel erg aan. Ik heb de laatste twee seizoenen bij Baarnberg gespeeld. Ik speelde wel topklasse, maar we hebben gewoon een beetje in de middenmoot meegedraaid. Dus de ambitie van Quick Boys sprak me heel erg aan. Ja, hoe heeft Quick Boys jou benaderd? Via David Almeida, die nu ook hier zit. Die hadden ze eerder dan mij vastgelegd. En daardoor zocht ik een centrale verdediger. En zo kwam ik in beeld. Ja, waren er meer clubs voor jou in de rij? Nou, niet echt. Ik kon terug naar Sportclub Feyenoord. Maar ja, dat was zondag hoofdklasse. En ik wou nog wel op zaterdag blijven spelen. Is Rotterdam echt jouw stad? Ja, Rotterdam is echt mijn stad. Achter al meer dan 15 jaar. Je bent een centrale verdediger. Hoe moet ik jou inschatten als centrale verdediger? Een mandekker, een vrije man? Nou, meer een echte mandekker. Ik kan ook wel vrije man spelen, maar ik denk dat ik hier wel veel op een man zou moeten spelen. Ja, wat zijn jouw sterke punten? Ja, man uitschakelen. Koppen? Verdedigend koppen ben ik wel sterk. Aanvallend wat minder. Maar ja, mijn snelheid ook wel. En gewoon mijn wedstrijdinstelling denk ik wel. Succes dit seizoen. Dankjewel.